medewerker bij het juridisch loket beantwoord ik heel veel verschillende juridische vragen. Mensen kunnen ons bellen of ze kunnen ons mailen of binnenlopen. En voor wat moeilijkere vragen kunnen ze ook op het spreekuur komen. Dat kunnen zaken zijn van mensen die oneenigheid hebben met hun werkgever of als ze ontslagen worden. Of buren die ruzie hebben met elkaar of ouders die het niet eens worden over iets over de kinderen. Ja, dat zijn allemaal vragen waarvoor mensen bij ons terecht kunnen bij het juridisch loket. En waarbij wij ze op weg proberen te helpen. Geen dag is hetzelfde. Op sommige dagen begin ik met het inloopspreekuur waar mensen dus binnenkomen met al hun vragen. Soms is het zo dat mijn dag begint met een spreekuur dat iemand een afspraak heeft gemaakt en dat ik dat bijvoorbeeld een half uurtje voorbereid. Soms begin ik de dag met het beantwoorden van vragen aan de telefoon. En in de loop van de dag wissel je steeds van dienst. Tussendoor zoek ik ook nog wel eens dingen uit. Als er bijvoorbeeld vragen zijn waar je niet direct een antwoord op weet, dan kun je overleggen met een collega. Of ik kan onderzoek doen naar uitspraken van rechters bijvoorbeeld, om de mensen verder te helpen. Ja, ik vind heel veel leuk aan mijn werk. In eerste instantie is het werk heel afwisselend, hè? Heel veel rechtsgebieden en heel veel verschillende mensen. En wat ik ook, dat is ook gelijk wat ik nog meer leuk vind, dat ik continu in contact ben met mensen. Dat zijn mijn collega's en de cliënten die bij ons komen. En mensen komen binnen, ik weet niet wat ik kan verwachten en die mensen weten niet waar ze aan toe zijn. En door in gesprek te gaan en uitleg te geven over hoe dingen juridisch zitten, kan ik ze toch op weg helpen. Goedemiddag het juridisch loket, u spreekt met Ferry Weiland, waarmee kan ik u helpen? Dag. Ja, dus als ik het goed begrijp, hebben de buren een boom tegen de schutting aanstaan. En daar heeft u ze al op aangesproken, maar u krijgt geen reactie van de buren. Oké, vervelend. Nee, ik ga met u meekijken wat u eventueel zou kunnen doen. Ja, ik heb eigenlijk heel veel aan de opleiding gehad. De SJD-opleiding leidt je op zowel op juridisch als op sociaal vlak. Ja, dus ik heb heel veel communicatietechnieken geleerd en hoe je goede gesprekken kan voeren. En dat komt natuurlijk elke dag terug in het werk bij het juridisch loket. En de juridische kennis die je op de opleiding opdoet, dat is natuurlijk de basis voor het werk bij het juridisch loket. Daar ben je continu met wetten en regels bezig. En wat ik ook geleerd heb op de opleiding, hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Hoe je onderzoek kunt doen naar juridische zaken waar je wat minder kennis van hebt. Als iemand contact met het juridisch loket opneemt omdat er oneenigheid is met de werkgever bijvoorbeeld. Stel de werkgever wil iemand ontslaan, dan daar zijn natuurlijk heel veel emoties. En wat ik dan bijvoorbeeld op de opleiding SJD heb geleerd is hoe ik daarmee om kan gaan. Die emoties de ruimte kan geven. En ook hoe ik alle regels, want er zijn heel veel regels over ontslag en bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden. Hoe ik dat duidelijk aan mensen kan uitleggen. En dat ik ze ook kan helpen met hoe verder. Want het hoeft niet altijd een juridische procedure via de rechter te zijn. Soms kunnen mensen dingen ook zelf oplossen. Of kunnen ze bijvoorbeeld een mediator inschakelen om te bemiddelen tussen de werkgever en de werknemer. Dus dat zijn allemaal dingen die ik op de opleiding heb geleerd en die ik eigenlijk elke dag tijdens het werk bij het juridisch loket weer gebruik. De opleiding SJD is natuurlijk heel breed, dus je kunt heel veel kanten op. Juridische hulp of handhaving of bijvoorbeeld werken met mensen met een uitkering. En ik merkte dat ik het heel leuk vond om heel divers bezig te zijn en mensen te helpen. En dat is eigenlijk precies wat het juridisch loket doet. Heel breed mensen juridisch op weg helpen. En zo ben ik eigenlijk bij het juridisch loket terechtgekomen. Via de website zag ik dat ik hier stage kon lopen. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb eigenlijk tijdens mijn werk bij het juridisch loket gemerkt dat ik het heel leuk vind om bij elke vraag weer te puzzelen en te kijken hoe de wet in elkaar zit en aan de hand daarvan een oplossing te zoeken voor iemand. En om die reden ga ik volgend jaar rechten studeren op de universiteit. Omdat ik me meer wil verdiepen in rechten en me daarin wil specialiseren. Ik zal wel altijd rechten willen blijven combineren met het werk met mensen. Ik heb gemerkt dat dat me heel erg aanspreekt. En tijdens mijn werk bij het juridisch loket ook gezien dat me ligt. Het in gesprek zijn met mensen en dat combineren. Dus dat is mijn ambitie om dat in de toekomst ook zo te blijven doen.